Loindeel. Ah. Wabidi loindeo. Ik heb met een glimlach heb ik de hele opera gezien. Ja. Nou, ik kreeg er een beklemmend gevoel van. Maar ik weet al een beetje over de achtergrond, want ik ken de componist al heel erg lang. Dus ik was heel benieuwd en ik ben heel dol op zijn werk. Dus ik was ontzettend benieuwd wat hij hiervan... want dit is al een oude, hè, 2005. Dus ik was heel benieuwd van hoe hij om was gegaan met de somberheid. En hoe dat opgelost werd. Ja, wordt niet opgelost natuurlijk. Ik hou heel erg van de verhalen van Toon Tellegen en heel origineel om daar een opera van te maken. Ontzettend mooi gezongen. Ja. En veel rotzooi op het toneel, dat is typerend voor Nederlandse producties. En jij hebt contrabas gespeeld in deze productie. Hoe was dat voor jou? Nou, het was best mooi. Het is een moeilijke baspartij. En ik moest bijvoorbeeld naar een B afstemmen, was niet gewend, een lage B op de vijfsnarige bas. En ik vond het een dubbele ervaring, omdat het dus een moeilijke baspartij was. En omdat de dirigent, zoals je weet, een waanzinnig goede bassist is. Het is echt een top bassist. Dus ik heb hem helemaal suf zitten studeren, die moeilijke noten. En wat er allemaal om me heen gebeurd is, weet ik niet. Volgens mij was het een hele leuke voorstelling, maar ik heb me te pletten genoten met die basnoten van die componist. Ja, echt mooi. Een favoriete componist van jou? Of, ja, al een tijdje. En favoriet, de componist die ik speel is natuurlijk gewoon favoriet. Dus vanavond is mijn favoriete componist. Morgen weer iemand anders. Maar ik heb met heel veel plezier zijn muziek gespeeld. Mensen noemen het soms een beetje flauw of kinderachtig, maar het is niet zo. Het is gewoon af en toe een uitbeelding van de emotie. En dat mag best een S groot zijn. Met de lage S op de vijfde snaar natuurlijk, is mooi. En is dat lastig om deze partij te spelen? Uitdagend. Nee, dat is echt hoe het is. Ja. Het is uitdagend. Het is een hele leuke partij. Je blijft er. Tijdens het studeren is het leuk. Tijdens de repetities is het leuk. Tijdens het concert is het leuk. Ik bedoel, je weet morgen weer waar je zelf verder in kunt gaan. Dus nee, echt uitdagend. En een prachtige voorstelling. Hoe heb jij je nou kunnen inleven in jouw rol? De vraag. Nou, ik ben wel op internet een beetje gaan zoeken. Allereerst heb ik natuurlijk het boek van Toon Tellegen gelezen. Mm-hmm. En een paar keer ook om in te leven. En het libretto gelezen, de muziek geluisterd, de muziek doorgewerkt. Zo, op die manier. En dan met de regisseur gaan zoeken naar bewegingen die passen bij zo'n dier. Er gebeurt eigenlijk in ruim een uur heel veel. We zien allerlei dieren. Het belangrijkste zijn de krekel en de olifant. En dat is ook... Eigenlijk is er geen enkele stereotypering die normaal is. En dat maakt de opera, maar ook de muziek zo bijzonder. Soms gaat de muziek ook samen met het verhaal, soms ook juist niet. Een krekel is niet per definitie iemand die altijd op de grond zit. En een olifant is niet altijd een hele lompe... figuur. Hij is juist in deze opera smal, een smalle jongen en hij probeert te klimmen en dat lukt niet. Nou, dat is voor een olifant wel typerend. Maar het gaat niet zozeer om het dierenrijk en wat er gebeurt, maar om een menselijke emotie die wordt uitgespeeld. En dat past ook in het thema van het Holland Festival, wat orde en chaos is. Zoals je hier kunt zien. Is er veel chaos op de vloer. En de chaos wordt ook niet opgelost. Daar gaat het ook niet om. Als ze op de zomer aan het wachten zijn, dan zingen ze een lied. En dan vallen er tonnen aan kranten naar beneden. En samen met mijn collega moeten we dat doen. En zitten we helemaal op het grid te wachten het eerste half uur. En dan komt het allemaal naar beneden. Heel stil zijn. En, precies, ik heb een theaterscript daarboven liggen voor het eerste kwartier en 20 minuten. En daarna moeten we jassen naar beneden gooien en de strop komt naar beneden en de deur gaat open en rookmachines. En niemand ziet ons ooit. Doe je dat vaak? Nee, nooit. Nee, nooit. Ik ben eigenlijk zelf theaterregisseur, dus zit ik meestal aan deze kant in de zaal. Waar werk je normaal gesproken? Waar ik normaal gezien werk? Ja. Ik ben freelancer, ik heb mijn eigen theatergezelschap gehad, Vrienden van de Dansmuziek.
En nu voor het Holland Festival. Hè. Ik had een maand, vorige maand had ik een stuk gemaakt bij de toneelmakerij. Geregisseerd. En ik was deze maand vrij. Dus ik dacht, weet je wat, ik koop toch ieder jaar 3, 4, 5 kaarten voor het Holland Festival. En het kost me klauwen met geld. Weet je wat, ik ga wat productiewerk doen. Dus vandaar. Yeah.